Of ja, ik hou zoals u weet donderdag mijn boekbespreking over het boek dat u heeft geschreven, Oorlog en Vriendschap. En daar gaat ook meteen mijn eerste vraag over. En waarom schreef u over oorlog en vriendschap? Ja, weet je, dat ging een beetje raar, Robin. Want ik werd gevraagd om het boekenweekgeschenk te schrijven. En weet je, net daarvoor waren we verhuisd. En ik dacht, ik zat hier in mijn kamer. Het was een helemaal nieuwe kamer. Had ik nog nooit iets in geschreven. En toen zat ik hier. En ik weet nog dat ik aan de piano zat. En een beetje zat te frummelen. En toen dacht ik, ik geloof nooit dat ik ooit meer één boek schrijf. En toen kreeg ik die opdracht en dan zeg ik natuurlijk ja tegen, want dat wil iedereen wel graag. En ja, dan kom je thuis en is het net als op school. Hè, want dan ga je een beetje zitten, ja, aan je pen zitten kluiven. Zit ik, ja, waar moet ik nou over schrijven? En weet je, dat verhaal over Kees, dat had ik al eens eerder willen schrijven. Dat is, zat een beetje heel ver weg. En toen dacht ik, nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dat wil ik niet, dat doe ik niet. En een paar dagen later dacht ik, ja, maar het is toch wel een mooi verhaal. En weet je, toen dacht ik, ja, maar het is helemaal niet zo'n mooi verhaal natuurlijk. Want ik ben niet zo aardig tegenover Kees geweest natuurlijk in dat verhaal. Ik heb hem voorbij gelopen. Want Kees kon er natuurlijk niks aan doen dat zijn vader en moeder, dat die NSB'ers waren, zoals je dat in die tijd noemde, en dus helemaal voor Duitsland waren, die ons land bezet hadden, en mijn vader en moeder daar juist tegen waren. En toen dacht ik, ja, ik ga het toch maar opschrijven. En toen heb ik de eerste hoofdstukje heb ik geschreven, en het tweede tot aan Wijntje, en toen dacht ik, ja, zo gaat het. En zo is het eigenlijk ontstaan in het boek. En ik heb elke dag een stuk aangeschreven. En weet je, ik vond het niet moeilijk om te schrijven, want het was net alsof het van binnen in elkaar lag. Begrijp je dat? Ja, soms moet je heel hard zwoegen om iets en dan moet je het verzinnen en dan denk je, oh goed, ik weet niks. En, oh ja, dan ga ik dat opschrijven. Maar dit, het was net of het vanzelf kwam. Ik moet zeggen, dat heb ik soms wel eens meer met een boek, dat ik het niet durf te schrijven of niet wil schrijven. En dan zit het toch een beetje in mijn hoofd ergens. En dan komt het ineens, ja, tevoorschijn. Vond u het dan eigenlijk wel leuk om hierover te schrijven dan? Ja, eigenlijk wel. Ja, want weet je, alles in het, wat in het verhaal staat, is eigenlijk echt gebeurd, maar bijvoorbeeld de hele oorlog, dat het verhaal draait eigenlijk om Kees en Joop. Joop ben ik natuurlijk zelf een beetje, hè, maar Joop die loopt Kees voorbij op dat moment, hè, terwijl ze goede vrienden zijn. En ik heb altijd gedacht, dat had ik nooit mogen doen, maar ik moest van mijn moeder. Hè. Mijn moeder zei doorlopen, niks zeggen en net doen of je niet ziet. En dat deed ik ook. Maar dat is niet aardig natuurlijk. En dat is je vriendschap verraden. He, daarom, ja, dus dat vond ik heel akelig eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk nooit vergeten. En ik heb al eens eerder gedacht, daar moet ik over schrijven. Maar daar heb ik helemaal geen zin in hoor, dat wil ik niet. Maar nu, ja, nu heb ik het wel gedaan. Maar alles is wel op andere tijden gebeurd. Ik zal maar zeggen, alles wat er staat over de oorlog heb ik wel zelf meegemaakt, maar niet precies zoals het in het boek geschreven staat. Ik ben wel Joop in die zin, dat met die vriendschap met Kees, maar voor de rest is natuurlijk ook een heleboel, ja, wat, als je zegt verzint, dat vind ik een akelig woord eigenlijk, maar wat zo gebeurt in je, het is altijd anders dan de werkelijkheid. Zo moet je het zien, ja. Volgende. Goed antwoord. Ja? En in uw boek staat geen stad of dorp genoemd. Waarom noemde u geen? Ja, waarom dit? Nou, dat heeft een beetje te maken met het begin van het boek. Ik ben zelf
ben ik geboren en heb ik altijd gewoond in Delft. En Delft is een stad dicht tussen Rotterdam en Den Haag in, met heel veel grachten, heel veel water. En daar lijkt het wel een beetje op, bijvoorbeeld wat er beschreven wordt over de markt en zo. Maar ik wilde op de een of andere manier, kwam die oma, die kwam in het verhaal. En die moest in een andere wijk wonen. En daarom heb ik dat kanaal verzonnen. En dat klopt wel, gedeeltelijk. Maar het kanaal was in het echt ergens anders. Maar het speelt in Delft. Ja. En oh ja, maar jij vraagt waarom. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk omdat het een beetje nog zo in mijn hoofd zat. Ja. En in uw boek staat, en u bent op de radio, televisie, u geeft interviews en lezingen en u rijdt met 190 km per uur. En u bent, dat is schandelijk, ja. En u komt net uit Duitsland. Is dat niet vermoeiend om zo'n project te doen? Nou nee, eigenlijk niet, valt dat wel mee. Weet je, ik had een hele rare dag. De vrijdag voordat de kinderboekenweek was afgelopen, dus had ik al een heleboel achter de rug. Toen had ik 's morgens had ik 3 klassen, allebei een uur, dus 3 uur. Had ik 's middags had ik een groep oudere volwassenen waar ik voor moest vertellen. En toen moest ik 's avonds in de buurt van Assen. En toen dacht ik, nou dat is me wel eigenlijk een beetje veel. Maar toen ik daar was, ging het weer gewoon goed. Weet je, het is ook leuk om het te doen. Je ziet steeds andere mensen, andere situaties en dat vind ik leuk. Maar nou kwam ik dus zaterdagavond heel laat terug. En toen was ik wel eigenlijk een beetje, toen dacht ik, nou, weet je, ik heb me voorgenomen, ik doe een heel weekend niks. Ik heb net een beetje geprobeerd om piano te spelen. Ging eigenlijk helemaal niet goed. Maar ik lees een beetje en ik zeur een beetje. En, nou ja, en dan ben ik van de week weer, dan ben ik weer goed. Ja. Weet je, dat weet je zelf. Als je iets moet doen, dan is het, dan krijg je weer energie. Dat is leuk. Ja. En wat is uw favoriete boek eigenlijk dat u heeft geschreven? Ik heb al een paar. Weet je, ik denk toch dat De Verschrikkelijke Schoolmeester vind ik zelf een heel erg leuk boek. En het is eigenlijk, het is een leuk verhaal, maar het is, eigenlijk gaat het over een heleboel. En dat vind ik een heel, heel erg leuk boek. Ik vind Karel en de Kindermoordenaar, dat vind ik zelf erg leuk, maar dat durft niemand meer uit te geven, want het gaat over de dood en ze zijn allemaal heel erg bang dat dat zielig is voor de arme kindertjes. Dat durven ze niet meer. En Slaaf, kindje, slaaf vind ik een mooi boek. En nu eigenlijk dit nieuwe boek. Want weet je, als ik nou zeg, een boek schrijven is net als een taart bakken, dat is natuurlijk niet waar, maar het is wel zo, mensen gaan een taart bakken en die valt soms heel lekker en goed uit. En soms ook, dan zakt hij in elkaar of dan is er iets gebeurd en dan is die minder lekker. Dat weet je nooit van tevoren. Dus ik vind het, Oorlog en Vriendschap vind ik zelf, denk ik wel een van mijn mooiste boeken. Ja. En ik las ook in een Leeuwarden Courant dat dit uw laatste boek is. Stopt u helemaal ook na al die jaren? Nee hoor, nee, ik ben alweer bezig met wat anders eigenlijk. Weet je, ik ben bezig om, vind ik wel heel leuk, met een Friese collega, Mindert Wienstra. En daar schrijf ik samen mee een tweetalig boekje. En hij in het Fries en ik in het Nederlands. En dat doen we voor kinderen, Friese kinderen, die praten vaak heel makkelijk en goed Fries. We hebben moeite met het Nederlands vaak. En andersom is dat ook zo. Nederlandse kinderen die uitsluitend Nederlands thuis zijn, hebben soms moeite met het Fries. En daarom doen we dat, die tweetaligheid. En dat moet dan volgend jaar moet dat uitkomen. Het is bijna klaar. Het wordt ook niet zo heel dik. Maar ik zit al te bewegen om met
Charlotte de Maton, die dit geïllustreerd heeft, om samen een boek te maken. Want weet je wat het jammere is van voor een illustrator? Dat die krijgt het verhaal als het klaar is. En dan maakt hij er tekeningen bij, mag hij zelf verzinnen wat hij erbij maakt, maar het verhaal is af. Het is natuurlijk erg leuk als je echt iets met elkaar kan doen. Dat je samen verzinnen kan. Want als ik bijvoorbeeld een prentenboek maak, dan kan de tekenaar die kan niet tekenen wat ik al heb opgeschreven. Want dan krijg je iets wat dubbel op is. Want dan krijg je natuurlijk weinig tekst en heel veel platen. En nu wil ik met Charlotte Maton iets maken wat willen we allebei graag. Wat echt helemaal van ons samen is. Maar daar heb ik nog niet echt een idee voor. Soms wel, maar dat is nog niet echt goed. Want weet je, je hebt soms heel veel ideeën, dan ideeën. Maar niet elk idee is goed natuurlijk om een verhaal over te maken. Bedankt dat u eigenlijk deze tijd gunt. Ik hoop dat ik met deze interview toch mijn klasgenoten iets meer kan overtuigen te lezen. Ja, dat hoop ik ook, want weet je, lezen is ontzettend belangrijk. Want lezen, ik zal maar zeggen, je leest een verhaal, maar het is niet zomaar een verhaal. Het is ook een belevenis, hè? Dus dat ervaar je wat. Hè? Maar het is ook belangrijk voor je taal. Hè? Precies als met piano spelen oefenen belangrijk is. Hè? Je kan nooit een heel mooi stuk spelen als je niet heel veel oefent. En met taal is het zo dat als je weinig leest, dan weet je minder woorden en je kunt moeilijker uit je woorden komen. Dus daarom is het heel belangrijk, ook voor grote mensen hoor, om veel te lezen. Ja, heel veel.